Ja, goedemorgen. Een dag zonder zorgen en we hebben er weer zin in. Weet je wat het altijd is? Als ik 's ochtends wakker word, dan denk ik altijd: wauw, er is nog zo weinig volk op pad op dit moment dat ik gewoon lekker rustig mijn dag kan beginnen. Ik kan lekker rustig in de auto onderweg naar mijn werk in alle rust door het verkeer, want dat is er helemaal niet. Dus eigenlijk ben ik vaak de enige op de weg. Ik heb alle stoplichten mee. Het is nog lekker donker. Geen fietsers, geen auto's, geen mensen die lopen te stressen in het verkeer. Het is gewoon zo relaxed om 's ochtends vroeg te beginnen, vind ik. En dan kom ik op kantoor en dan doe ik rustig aan. Zet ik eventjes een kopje thee en dan denk ik: weet je wat? Eerst eens even lekker doen wat ik zelf wil. Ik ga nog niet mijn mailbox openen. Ik ga me nog niet laten leven door de wereld die allemaal dingen altijd van je verwachten. Hè, die allemaal vraagstukken bij je neerleggen. Met: kan je dit doen? Kan je hier eens naar kijken? Kan je dit even uitzoeken? Gewoon even mijn eigen ding doen. Even een podcastje opnemen. Even een postje maken. Even wat video's of wat trainingen uitbreiden. Eventjes doen wat ik zelf wil. En dat vind ik zo lekker aan die ochtenden. En ik begrijp ook wel dat je kunt zeggen van: nou, dat vroeg opstaan, dat is helemaal niks voor mij. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. Ik zal het je sterker vertellen. Eigenlijk was ik altijd degene die pas om 12 uur 's middags uit zijn bed kwam. Ik kwam er echt pas uit als de zon boven aan de hemel stond. Ik kwam er pas uit als iedereen eigenlijk al aan zijn lunch had, kwam ik nog een keer mijn bed uit. En dat vond ik lekker. S'avonds ook was ik lekker een beetje aan het rommelen en dan ging ik nog eventjes werken. En een meestal uurtje of 12 of 1 ging ik naar huis, nog even tv kijken. Nou, dan val je in slaap en dan word je een uurtje of 10 wakker, draai je nog een keer om. En om 12 uur dacht je: nou, laat ik maar wat gaan doen, ik heb toch wel een beetje trek. En dat is niet meer. Dat is niet meer. Ik moet wel zeggen, van ergens mis ik het wel dat ik niet 's ochtends zo lang nog lekker in mijn bed kan liggen. Maar ik heb wel gemerkt, en dat is dan eigenlijk weer waar ik een beetje spijt van heb. Want ik heb wel gemerkt dat omdat ik nu zo vroeg opsta, omdat ik nu zoveel 's ochtends doe, dat ik ook meer gedaan krijg. Ik merk echt dat ik productiever ben. Ik merk dat ik gewoon veel meer gedaan krijg. Ik kom 's ochtends natuurlijk uit een hele rustige situatie. En op dat moment begin ik mijn werk waar ik wil, omdat ik nog niet geleefd word door de wereld. En er ligt nog niks op me te wachten, want dat heb ik de dag ervoor al afgemaakt. Dus eigenlijk begin ik heel relaxed. En op het moment dat je halverwege de dag begint, hè, dat is wel heel extreem misschien, maar stel je begint pas om 1 uur of om 2 uur, dan zit je mailbox vaak al vol met dingen. Je hebt telefoontjes, appjes, dingetjes. Dus overal wel wat. Overal verwacht iedereen wel wat van je. En dan denk je: ja, ik moet ook nog wat voor mezelf doen. Ik wil straks ook nog een hapje eten. Dus ga je s'avonds maar door. En eigenlijk, ja, in mijn beleving dweil ik dan een beetje erachteraan. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Besef ik nu. Hè? Ik besef ook heel goed dat als je in de situatie zit met het laten opblijven en het laat beginnen, dat je dan denkt dat dat de meest effectieve werkwijze is. Maar ik ben oprecht nu van overtuigd dat je 's ochtends veel meer gedaan krijgt als je eenmaal in dat ritme zit. En dat heeft me misschien wel een half jaar geduurd bij mij voordat ik eigenlijk zoiets had van: wacht eens even, dit is wel relaxed. Ik kan een beetje mijn drive in en ik word een beetje productief. Want ik zal het je ook zo vertellen, toen ik in het hele begin vroeg wegging, was het met name om ook op mijn tijd thuis te kunnen zijn. Dat was eigenlijk het idee. En vaak was ik vroeg wakker, want in 2015 ben ik voor het eerst vader geworden. En dat was ook het moment dat eigenlijk je ritme wordt beïnvloed. Dat heb ik wel gemerkt. De komst van een hond is nooit zo bijzonder, maar de komst van een kind, ja, die breekt gewoon echt je ritme en je routine er open. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van: nou, weet je, dit moet anders. Ik ben toch vroeg wakker. Weet je wat? Ik ga gewoon ook vroeg naar mijn werk. En dan ben ik gewoon eens gaan proberen. En een collega van mij waarmee ik werkte, die was ook vaak wel vroeg, hè, een uurtje of 6, 7. En ik dacht: nou, volgens mij kan het ook gewoon om 4 uur. Volgens mij kan ik ook gewoon dat als ik wakker word en ik denk: moet ik nog slapen? Ja of nee? Nee, dat ik dan mijn bed uit kan gaan. Dat ik naar mijn werk kan en dat ik daar gewoon mijn dag kan beginnen. En dat heb ik ook gedaan. En dat heb ik denk ik nou een jaar, misschien wel 2 jaar gedaan. En op een gegeven moment, ja, heb je wel door van: ik ben wel vroeg weg en ik krijg wel iets gedaan. Maar eigenlijk ben ik nog helemaal niet zo productief. En je wilt ook productief zijn, denk ik dan. Je wilt ook gewoon dingen gedaan krijgen. Je wilt ook gewoon denken: hé, ik ben 's ochtends vroeg weggegaan en nu heb ik ook veel gedaan. En
Dat is wel iets waar je op moet gaan letten op het moment dat je zoiets wilt. Dus wat ik op een gegeven moment ontdekte is dat ik 's ochtends gewoon meer zat te scrollen. Hè, op social media, krantenartikelen, door mijn mailbox een beetje aan het klikken was. Ik was niet productief. Ik was gewoon aanwezig. Ik was vroeg weg. Maar ja, eigenlijk deed ik helemaal niet zoveel. En dat komt eigenlijk, denk ik ook, in mijn geval, omdat ik ook gewoon niet zo goed wist wat ik moest doen. Ik moest zoveel doen. Ik heb wel 1001 taken liggen die ik altijd kan doen. Maar het prioriseren daarin, de prioriteit stellen van wat is dan belangrijk en wat wil ik dan als eerste doen. En me daar dan ook op focussen, ja, dat is eigenlijk het meest moeilijke, heb ik gemerkt. En daar heb ik nog steeds moeite mee, moet ik zeggen. Dus wat ik ook doe, ik schrijf het nu gewoon uit. Dus ik schrijf gewoon echt uit hoe ik wil dat ik mijn ochtenden begin. Want op het moment dat ik het uitschrijf, kan ik, als ik weer mezelf erop betrap dat ik maar eigenlijk wat zit te klikken en te scrollen, kan ik zeggen van, ja, maar wacht eens even. Je hebt dit uitgedacht. Je hebt dit vaker gehad. Als je vaker hetzelfde probleem hebt en je merkt vaker dat je daar dus eigenlijk vast in komt te zitten, dan moet je daar een oplossing voor bedenken. Tenminste, daar ben ik van overtuigd. Bedenk een oplossing op het moment dat je vast zit. En die oplossing, die kan je ook weer vergeten. Dus zorg ervoor dat je die opschrijft. Zorg ervoor dat je die noteert. En ja, ik ben persoonlijk fan van Trello. Trello.com. Trello.com. En dat is eigenlijk een hele handige to-do-app, applicatie op je internet. Of tenminste op de internet, gewoon via je browser, maar ook via een app. Dan kan je gewoon inzetten, hey, wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Wat is je checklist? Wat is de deadline? Zulke dingen. Hele praktische dingen kan ik erin zetten. En ik heb dat blijkbaar nodig. Want als ik dat niet doe, dan ben ik dus maar een beetje YOLO aan het doen. En dat wil je niet. Je wilt niet YOLO doen. Je wilt gewoon, in mijn beleving, productief zijn. Want anders ga je niet zo vroeg je bed uit. Dan kan ik net zo goed op één oor blijven liggen. Dus ik heb bedacht van, nou weet je wat, de tijd van 5 uur 's ochtends tot 9 uur 's ochtends, dat is mijn tijd. In die tijd doe ik echt de dingen die ik alleen wil doen. En dat kan dus zijn dat het is, een documentaire kijken, een boek lezen, een podcast opnemen, content maken voor mijn social media kanalen. Maakt allemaal niet uit, maar van 9 tot 5, 4 uur lang mag ik doen van mezelf wat ik wil. Mits natuurlijk wat bijdraagt aan mijn doorontwikkeling met mijn visie die ik daarbij heb. En zo heb ik dat eigenlijk bedacht. En vanaf 9 uur sta ik er toe om geleefd te worden. Vanaf 9 uur sta ik er toe dat de maatschappij, mijn klanten, mijn leveranciers, mijn mensen, mijn netwerk, mij lastig valt met hun eigen problemen, waar ik vervolgens oplossingen voor moet bedenken. Tenminste, zo zie ik het altijd heel plat. Hè? Iemand die stuurt mij een mailtje. Hey, kan je hier even naar kijken? Kan je hier even een offerte voor maken? Kan je even dit doen? Hey, ik weet niet zo goed hoe dit werkt. Hey, ik loop hier vast. Wat moet ik doen? Ja, hey Timo, ik heb een nieuw idee. Zullen we daar eens over nadenken? Ik heb altijd het idee dat als mensen mij opzoeken, dat ik altijd voor ze moet doen. En dat is ook niet erg. Dat doe ik ook graag. Laten we dat vooropstellen. Ik doe dat graag, maar je wordt wel geleefd vanaf dat moment. Vanaf dat moment is het eigenlijk van oké, je gaat aan de slag voor een ander. Ook al heb je nog zo'n mooie planning. En dat is prima. Weet je, ik heb er dan ook vrede mee. Dus van 9 tot een uur of 12, 1 doe ik in ieder geval dat. Dan heb je 3-4 uurtjes dat structureel gedaan. Afhankelijk van hoeveel trek ik heb, begin ik om 12 uur of om 11 uur of om 1 uur met mijn lunch. Want ja, de planning die schuift gewoon op. Zo simpel is het natuurlijk ook. Dus op dat moment doe ik dat. En ik heb gewoon gemerkt dat rond de lunch 1 uur meestal, 1:30, dat heb ik mezelf al een beetje op betrapt. 1 uur, 1:30 is vaak het moment dat ik zo instort. In die zin dat ik op een gegeven moment denk, ik heb gewoon geen zin meer. Ik heb geen zin meer om te werken. Ik heb geen zin meer om wat te doen. Ik ben kapot van het, geen idee. Ik heb niet de energie, ik heb niet de focus. Misschien dat dat een beter woord is. Ik heb nu niet de focus om wat te gaan doen. En dat kan door heel veel dingen komen. Dat kan komen dat ik al heel vaak gebeld ben op dat moment. Het kan komen dat ik heel veel mailtjes heb gedaan of heel veel relatief complexe dingen heb gedaan waar ik voor heel veel moest nadenken. Dat kan het zijn, maar ik denk wel van ja, hoe kan ik nou zorgen dat ik rond die tijd mijn energielevel in een peil krijg? En daar heb ik in eerste instantie over nagedacht in het stukje voeding. Ik dacht, als ik nou mijn voeding onder controle krijg, dan ga ik gewoon zorgen dat ik daar meer energie uit haal. En deels is dat zeker waar. Deels is dat zeker waar. Deels moet ik echt wel zeggen dat als ik de verkeerde dingen eet rond die tijd, hè, natuurlijk een frietje op zijn tijd is gewoon lekker. Heel simpel. Een keer een vette hap, een pizzaatje of wat dan ook. Weet je, het is gewoon lekker. En je wil jezelf ook niet alles verbieden. Dus, maar ik merk wel dat als ik zoiets op heb, dat het dus daarna meteen instort.
En dus ik denk, nou, als ik nou mijn voeding ga letten, hebben we daar geen last meer van. Dus ik ben relatief gezond gaan eten. Veel, hoe noem je dat? Bonen, linzen en zulke dingen. Gewoon gezonde dingen. Met daarbij wat groentes, wat rauwkost. Nou, gewoon heel simpel. Kopen twee zakjes, zakje erin, in een bak, mixen, klaar. He, dus ik kan heel snel gezond eten. En ik krijg er weer energie van. En dat werkt wel. Ik moet wel zeggen, het is niet dat ik een inkakmoment daarna heb. Maar ik heb daarna wel zoiets van, ik wil wel wat doen, maar ik weet niet wat. En dan ben ik eigenlijk weer die focus kwijt. Eigenlijk ben ik weer een beetje aan het turen, aan het doen. En hier een beetje klikken, daar een beetje mee bezig. En ik betrap mezelf er dan weer op dat ik gewoon een beetje aan het niksen ben. En je bent wel bezig. Hè? Tuurlijk, je beantwoordt een mailtje. Je stuurt eens een offerte uit. Je maakt eens een aanpassing op je website. Je doet eens een keer een social media postje. Je bent wel bezig. Maar om nou te zeggen, ben je 100% productief? Nee. 90? Nee. 80%? Nee. Maar hoeveel dan? 50, 40% productief. Hooguit, hooguit, zeg ik ook wel, hooguit. Ik denk echt dat daar echt het grootste struikelblok misschien wel zit in het stukje productief zijn. Dat je gewoon op een gegeven moment ronddwaalt in je eigen gedachten, in je eigen werkzaamheden. En van dit moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren en hier moet ik nog naar kijken. En eigenlijk loop je dan vast en je bent dan wel op je werk en je bent wel bezig. Maar eigenlijk ben je helemaal niet productief. En mijn doel is ook om mijn dag, mijn dagen zo productief mogelijk te maken. Om het maximaal uit een dag te halen. Want als ik meer krijg uit één dag en ik werk ook langer op een dag en ik werk meer dagen in de week, dan kan ik bij wijze van spreken 3 jaar in 1 jaar stoppen. Zo kijk ik ernaar. Dus ik krijg een voorsprong op tijd. En als ik iets niet kan terugkrijgen, is het tijd. Tijd is onbeperkt in die zin, maar tijd loopt altijd door. Je kan zeggen, ik heb genoeg tijd. Ja, ergens wel, want het kost niks. Maar anderzijds, tijd kost het meeste als je het verspilt en op een gegeven moment tijd tekort hebt. Op een gegeven moment dat je ziek wordt, op een gegeven moment, als je je vlucht mist, dan heb je een gebrek aan tijd. Als je eerder was vertrokken, had je je vlucht waarschijnlijk niet gemist. Snap je, dat zijn hele simpele dingen op dat moment. Ik denk, ja, maar wacht eens even. Als tijd zoiets is wat altijd doorloopt. En als ik op een gegeven moment geen tijd meer heb om dingen te doen, of te weinig tijd heb om dingen gedaan te krijgen, dan moet ik dus zorgen dat ik meer gedaan krijg in dezelfde tijd. Ik moet dus zorgen dat ik veel productiever word in diezelfde tijd. En als ik om me heen kijk, zie ik heel veel mensen elke dag gewoon hun werk doen. De routine slijt er een beetje in. Ze doen alles maar. En het gaat allemaal net niet in de volle 100% overtuiging. Het gaat allemaal een beetje van, nou, ik doe het maar omdat het moet. Maar ja, het is ook niet echt van harte. En ik denk dan van, als je dat nou kan structureren, als je nou kan zorgen dat het zo'n geoliede machine is wat je elke dag moet doen, dan heb je daar geen denkvermogen voor nodig. Dan loopt dat gewoon. Dan wordt dat gewoon eigenlijk op de automatische piloot gedaan, omdat het moet. He, je moet elke dag je aankleden, je moet elke dag uit bed, je moet elke dag jezelf te eten geven, je moet douchen, je moet je tanden poetsen. Als je zulke dingen allemaal structureel op dezelfde manier kan doen, dan scheelt het. Weet je, als je elke dag je tandenborstel op een andere plek zou leggen, kost het je energie elke dag weer om na te denken van, hé, waar was mijn tandenborstel ook alweer? Maar als je gewoon weet van, ja, die staat altijd in de badkamer, op dat plekje in de beker, of op dat plekje ligt die op een plankje, dan weet je dat. En dan ben je daar niet zo druk mee. En ik denk dat dat een heel klein voorbeeld is, maar ik denk dat je dat ook groter moet zien. Ik denk ook dat je gewoon groter moet denken van, weet je wat, ik ga niet nadenken over wat ik 's ochtends op mijn brood doe. Waarom? Omdat ik er niet over wil nadenken. Zo kijk ik er tegenaan. Ik wil niet mijn energie besteden aan zulke simpele dingen die niks toevoegen of veranderen. Wat puur eigenlijk alleen een smaakbeleving is op dat moment. Waarom zou ik 's ochtends willen nadenken over wat ik op mijn brood doe of wat ik ontbijt? Daar denk ik niet over na. Het is bij mij heel simpel. Ik ga 's ochtends weg. Ik ontbijt niet thuis. Ik ga 's ochtends weg. Ik ga naar kantoor. Daar drink ik eerst een kop thee. Want ik wil gewoon zorgen dat ik eerst voldoende water, vocht binnenkrijg voordat ik überhaupt ga eten. En dan krijg je ook weer een stuk energie van. Dan kunnen even je organen aan. En dan word je eventjes wakker. En vanaf dat moment, als ik op een gegeven moment denk van, nou, ik lust wel wat, pak ik gewoon een bakje yoghurt met wat muesli. En dat is mijn ontbijt. En dat is heel simpel. Maar ik ga ook niet nadenken welke muesli. Ik ga niet nadenken welke yoghurt. Ik ga niet nadenken, wil ik misschien een boterham of een cracker. Nee, dat is gewoon wat ik doe. En op het moment dat het op een gegeven moment rond einde ochtend is, krijg je vaak een tweede trek. En dan kan ik 2 dingen doen. Of ik kan vroeg gaan lunchen. Of ik kan zeggen, weet je wat, ik ga nog niet lunchen, ik ga nu even doorwerken een uurtje. Dan is het 12 uur of 1 uur.
Dan ga ik even lopen, ga ik mijn lunch halen. En dan kom ik weer terug. Want dan beweeg ik. Hè, dan zet ik een luisterboek op of wat anders. Want ik probeer ook die tijd weer te maximaliseren. Ik kan wel zeggen, hey, ik stap in de auto, ik ga lunchen, halen, ik kom weer terug. Maar dan denk ik, ja, ik wil ook bewegen. Ik wil in beweging blijven. Want ik heb eigenlijk een zittend beroep. Dus ik wil in beweging blijven. Ook voor mijn gezondheid. En dan kan je denken, ja, maar ja, elke dag. Ik kijk er heel bewust naar. En ik denk, ja, als ik elke dag zit. En ik zit elke dag in mijn auto. En ik zit altijd bij klanten. En ik zit al thuis op de bank. En ik zit thuis aan de eettafel. Ik zit zoveel. Ik denk, ik moet wel in beweging blijven. Want wat als er iets gebeurt? Ik denk altijd, wat als? Wat als er iets gebeurt? Wat als ik ziek word? Wat als mijn gezondheid mij in de steek laat? Wil ik er dan op terugkijken en denken, oh, wat stom, had ik maar wat meer? Of wil ik dan denken, ja, ik heb er eigenlijk altijd wel heel veel aan gedaan om gezond te blijven. Het is me echt overkomen. En dat zijn wel dingen waar ik dan mee bezig ben. Dus ik ga heel bewust hier van kantoor weg, doe ik mijn dopjes in, pak mijn telefoon mee, zet ik een luisterboek of een luistervideo op. En ik ga naar buiten en ik loop. En dan loop ik of hier het dorp in, verderop naar de Albert Heijn. Nou, alles bij elkaar ben ik misschien een half uur, 35 minuten, misschien 40 minuten onderweg. En als ik de andere kant op loop, dat kan ook. Er zitten wat meer winkeltjes. Ben ik misschien, drie kwartier, een uurtje weg. Is ook te overzien. Maar ik beweeg ook de hele tijd. Ik sta de hele tijd, dus ik ben een uur eigenlijk in beweging. En ik doe informatie op in een luisterboek. En ik kan mijn boodschap halen. Nou, en als ik dan terugkom, dan doe ik hier smeren, eten, consumeren, weet ik wat ik hier, wat voor lunch ik heb gehaald. De ene keer is het, de ene keer is het bonen met rauwkost. Heel makkelijk. Dat heb ik eigenlijk hier altijd wel liggen. Dus als ik een keer geen zin heb om naar buiten te gaan, dan heb ik in ieder geval wat te eten. En de andere keer heb ik zin in bijvoorbeeld dit moment is dat een maïsbroodje met een stukje tomaat en een stukje kaas. Heel simpel. En die doe ik dan even op de toaster. Is het een beetje warm. Lekker. Meer niet. En ik ga niet nadenken over misschien moet ik een ander beleg op doen. Misschien moet ik een ander broodje nemen. Misschien. Nee, ik weet gewoon als ik kaas heb, als ik dat broodje heb, als ik tomaat heb. Als ik een bepaald pakje boter heb die ik lekker vind. Als ik bepaalde routine heb in het smeren. Dat is voor mij dan rust. Terwijl ik toch lekker eet. Terwijl ik toch bewust eet. Terwijl ik toch weet van oké, wat ik nu binnenkrijg, daar krijg ik wel energie van. En dat is belangrijk. Ik vind het belangrijk dat ik energie krijg van het eten en drinken wat ik heb. Dus daarom zal ik zorgen dat ik altijd daar een bepaalde eenvoud in maak. Een bepaalde gemak bepaald. Zorgen dat ik niet te veel na hoef te denken over de simpele dingen. Want uiteindelijk is het heel simpel. Elke dag moet je eten. Niet te veel over nadenken, want je moet gewoon eten. Je moet goed voor jezelf zorgen en zorgen dat het binnenkomt. En daar krijg je weer energie van. Dus dat is eigenlijk even heel basic gewoon van hoe ik mijn dag begin. Maar ook hoe belangrijk het is om op de dag te beseffen van hey, hoe deel ik mijn dag in? Hoe kan ik zorgen dat ik mijn dag zo productief mogelijk inricht? In combinatie dus ook met de energielevels, met je voeding en een stukje bewegen. Het zijn allemaal kleine dingetjes en door de hele dag heen, ben ik bijna vergeten, door de hele dag heen heel veel water drinken. Ik koop heel bewust altijd van Doppel heb je van die flessen, volgens mij 800 milliliter flessen. En je hebt gewoon liter flessen, water natuurlijk. Hè, dus mocht je daar een keer ergens denken, ik moet even een watertje pakken, pak even zo'n liter fles. En die vul ik dan ook weer bij. Hè, dus die Doppels vul ik bij en ik vul die liter flessen bij. Want dan kan ik ook een beetje zien van hey, hoeveel drink ik. En het doel is altijd twee keer zo'n fles leeg. Hè, dus of het nou zo'n 800 is of zo'n liter fles, dat komt dan niet zo heel nauw. Maar ik heb dus twee keer minimaal die fles leeg. Nou, en bij die zwarte gebeurt dat dan nog wel eens. Of tenminste de zwarte. Ik heb een Doppelfles die zwart. Dus vandaar dat ik die zwarte bedoelde. Zij. Die zwarte fles, die Doppelfles, die drink ik dan vaak ook nog wel 2,5, 3 keer leeg. Hè, omdat ik gewoon weet, er zit toch iets minder in. Dus laat ik eventjes iets meer maken. Of iets meer pakken en dan drink ik dat op. En ik merk gewoon dat als ik dagen heb dat ik minder water drink, of dat ik het vergeet, of een keertje denk van nou dat komt wel, hè, ik pak zo wel eventjes, dan merk ik ook gewoon dat ik minder energie heb. En dat klinkt misschien heel stom om te horen, maar ik heb het echt uit eigen ervaring gemerkt dat het voor mij in ieder geval werkt. En dat wil niet zeggen dat het voor jou werkt. Ik heb wel gemerkt voeding, vaste routines, ritmes, duidelijkheid, niet te veel moeilijke vraagstukken neerleggen, als in wat moet er op mijn brood. Hè? Het is misschien niet een moeilijk vraagstuk, maar het is een relatief
zwaar vraagstuk, omdat je erover na moet denken als het niet nodig is. Nou, zo kijk ik dan daar tegenaan. Dus dan denk ik van, nou weet je wat, we maken dat gewoon allemaal makkelijk. We maken de voeding makkelijk, we maken de routine makkelijk, we maken het drinken makkelijk. Hè? Ik hoef ook niet na te denken of als ik een colaatje pak of een fristietje. Nee, gewoon water. Pak gewoon water. Koffie, ook zoiets. Mensen denken bakken liters koffie per dag. Als ik 's ochtends binnenkom, nou, dan heb ik mijn routine, dingetje. Nou, op een gegeven moment kan ik zeggen na mijn yoghurtje, weet je wat, half uurtje later, ik pak even een bakje koffie, omdat ik het lekker vind. Maar eigenlijk doe ik dat bijna niet. Koffie wil ik nog wel eens pakken als ik echt inkak. Nou, einde ochtend, begin middag. Maar er is ook, nou, op dit moment drink ik elke dag, nou, bijna elke dag moet ik zeggen, een bakje koffie. Deze periode geweest dat ik helemaal geen koffie dronk. Gewoon om even te kijken, ook wat is het effect. Kan ik aan mijn eigen, op mijn eigen manier aan de juiste energie komen om zonder koffie toch je fit te voelen. Toch te denken, hey, lekker. Maar er is ook een periode geweest dat ik gewoon 6-7 bakken koffie op een dag dronk. Weet je, dat merk je ook. En er is ook een periode geweest dat ik gewoon pas om een uur of 1 smiddags, 2 smiddags koffie dronk. Dus zo ben ik ook een beetje dingen aan het ontdekken, aan het proberen van, hey, wat doet mijn lichaam als ik bijvoorbeeld voor 3 maanden dit doe? Waar blijft mijn energie? Hoe zit het met dit? Hoe zit het met dat? Hoe kan ik zorgen dat als ik 's ochtends wakker word, dat ik wakker ben en niet elke keer weer in slaap val? Hè? Misschien werkt dat voor jou, misschien voor mij, of voor jou niet, maar voor mij misschien weer wel. Even als voorbeeld, ik denk dat iedereen het wel kent, als je 's ochtends wakker wordt, dat je denkt, oh, het lijkt wel alsof ik onder het matras heb gelegen. Nou ja, dat ben ik dus ook gaan monitoren. Van, nou, hoe kan ik dat anders doen? En ik dacht toen eventjes van, weet je wat? Ik ga eens naar mijn voeding kijken de avond ervoor. En ik ben toen eigenlijk gaan stoppen met eten na 8:30. En dat 8:30 is eigenlijk niet ideaal. Het liefst wil ik 7:30. Maar dat lukt niet altijd met de kinderen. Omdat die dan tussendoor komen en heb ik helemaal niet gegeten. Dus dan wil ik daarna toch nog wel iets eten. Maar er zijn ook momenten dat ik het voor elkaar krijg, als ik op tijd thuis ben, om te zorgen dat ik vroeg eet. En als ik vroeg eet, als ik bijvoorbeeld om 5:00 eet, 4:30, 5:00, en daarna met de kinderen alle dingen doe in bad en noem het maar op en naar bed, dan merk ik gewoon dat ik 's avonds misschien om 1:30 of 8:30 wel een lichte trek heb. Maar als ik dan gewoon nog eventjes een groot glas water drink, is het vaak ook goed, want dan is die soort van honger gestild. En als ik dan naar bed ga om 10:00, 11:00, dan merk ik gewoon dat ik de volgende ochtend klaar wakker ben. Wakker. Hey, wakker. Hey, ik ben wakker. Ik ga eruit. Wakker voor de wekker. Ik ga eruit. En ik merk ook dat als ik 's avonds laat eet, en vooral ook nog een keer ongezond eet, dus vet eet, of soms vlees of vis eet. Vlees dan niet. Ik eet heel af en toe nog vis. En dan vis in de vorm van of sushi, of een pokeball met zalm. Zeg minimaal vis wat erin zit. Volgens mij is het altijd 200 gram, dat delen we dan met z'n tweeën, dus dan heb je 100 gram vis. Maar ik merk wel dat als ik dat heb gegeten, dan maakt het niet zoveel uit of het dan om 5:00 was of om 8:00, dat ik de volgende ochtend vermoeider wakker word dan als ik het niet eet. En dan denk ik ook van oké, hoe zit het dan met dat verwerkingsproces, dat verteringsproces van die vis, denk ik dan. Hoe kan het dat ik daar dan zoveel effect van heb? En als ik het dus niet consumeer en laat eten, heb ik er niet zoveel last van als dat ik vroeg eet, maar het is vis. Snap je? Dus daar zit echt wel in mijn beleving een verschil. En misschien zit het tussen mijn oren, misschien ook niet. Maar ik heb het idee dat ik dus kan beïnvloeden hoe ik wakker word, hoe moe ik wakker word, door de juiste voeding te kiezen en het juiste moment, de juiste tijd, de avond ervoor. Niet te laat, weet je, niet gaan snoepen, niet koekjes eten, niet zakken chips leeg eten, hoe verleidelijk het ook is. En tuurlijk, ook ik doe dat wel eens. Alleen ik wil dat beperken tot een minimum om te zorgen dat ik dus de volgende ochtend fit ben. Want als ik de volgende ochtend fit ben, word ik wakker, ga ik uit bed, kan ik mijn ding doen. Word ik de volgende ochtend moe wakker, dan begin mijn hele dag ook vermoeider dan als ik het niet doe. En dat zijn ook vaak weer de ochtenden, dat je er zelf, tenminste dat ik mezelf erop betrap, van, oh, ik ben kapot. Oh, en dan kom je op je werk en dan zit je eigenlijk een beetje voor je uit te turen met, oh, wat moet ik doen? En ik heb helemaal niet zoveel zin. En hoe zit dit en hoe zit dat? En zo krijg je net niet lekker die draai te pakken. En dan denk ik, als ik dat nou kan beïnvloeden door gewoon de juiste voeding te kiezen op het moment dat ik daar 's avonds mee bezig ben, de dag ervoor,
kan ik dus beïnvloeden hoe ik de volgende ochtend mij op mijn werk voel. En toen ik me daar bewust van ben geworden, dacht ik van wauw. Je kunt dus heel veel grip, heel veel controle hebben op je eigen leven, op je eigen energielevel, op je eigen productiviteit. Maar je moet er wel alert op willen zijn. Je moet wel willen ontdekken wat er gebeurt. Want je bent vanuit huis uit vaak opgevoed met bepaalde dingen. We eten aardappels, groenten, fruit. We eten aardappels, groenten, vlees. We eten, weet ik wat, pasta's. We eten dingen met weinig vezels. Waardoor de stoelgang moeilijker kan zijn. Waardoor je lichaam ook meer moeite heeft om dingen te verteren. Het zijn allemaal van die kleine dingen waar je mee opgroeit wat je als normaal ziet. Het is normaal, zondag is patatdag, dus we eten altijd patat. Ja, oké, maar daardoor ligt natuurlijk de hele kroost maandagochtend op apengapen. En is niemand zijn bed uit te krijgen en zit je iedereen achter zijn vod aan. Opschiet de kleren aan, waarom luister je niet? Waarom dat? Weet je, nou ja, op maandag doen we altijd, maandag doen we altijd spaghetti en op dinsdag doen we altijd dit. Snap je, er zit overal weer een bepaalde voeding en voedingswaarde die je nodig hebt, maar je moet ze wel binnenkrijgen. En de vraag is dan ook, ben je op de juiste manier opgevoed? En dat is geen verwijt naar je ouders of naar je verzorgers van toen. Het is een of misschien op dit moment wel, het is meer een constatering van, hé, wat ben je aan het doen? Want als zij ervan overtuigd zijn dat het goed is, omdat zij dat hebben geleerd van hun ouders, van hun mensen die hen hebben opgevoed, dan is ook de vraag van, hadden zij het goed? En hadden die voor dat goed? En de generatie daarvoor? En de generatie daarvoor en daarvoor? En als je daar nog niet achter bent, dan is het misschien belangrijk om erachter te gaan komen. Van, hé, wacht eens even. Jullie hebben me opgevoed met dat het goed is om, weet ik veel wat. Pasta. Goed voorbeeld. Je hebt heel veel pasta die gewoon normaal is. Niet volkoren. Niet met veel vezels erin. Dat ik denk van, ja, weet je, met meer vezels erin zorgt er nou eenmaal voor dat je lichaam het makkelijker verwerkt. Dus waarom zou ik die standaard blanco pasta blijven eten, terwijl er ook gewoon een goede variant is die veel meer vezels bevat, die veel beter voor je lichaam is, die het makkelijker maakt om het te verteren, maar ook voedzamer is. Dan denk ik, ja, dan ben ik toch dom als ik vasthoud aan hetgene waar ik mee ben opgevoed. Ondanks dat ik er heel dankbaar voor ben, ondanks dat we altijd te eten hadden. Maar er moet altijd ruimte zijn voor verbetering. Weet je, op het moment dat een motor van een auto zuiniger kan, en dan zeggen we het er ook niet, ja, nee, maar ja, die motor is toen bedacht door Henry Ford of weet ik van wie het was. En ja, dat is een goede motor. Ja, maar dat ding verbruikt zoveel, we blijven bijgooien. Hij kan zuiniger. Oh, het kan kleiner, het kan efficiënter, er kan meer uitgehaald worden. Oh, ja, dan moeten we dat misschien maar doen. Dat wil helemaal niet zeggen dat zijn ontwerp slecht was. Dat wil alleen maar zeggen van, wacht eens even, het kan beter. We hebben een nieuwe techniek, we hebben nieuwe inzicht, we hebben nieuwe ontwikkelingen zijn er, dus we kunnen iets verbeteren. En dat is het ook met voeding, dus hoe je ook bent opgevoed, wat je ook hebt meegekregen, ontdek gewoon wat er anders kan, ontdek wat er beter kan, ontdek welke nieuwe technieken er zijn die bijvoorbeeld kunnen zorgen dat je meer energie krijgt, dat je betere voeding krijgt, dat je een rustiger lichaam krijgt. Weet je, door al die dingen die ook worden toegevoegd aan gefabriceerde voeding. En tenminste in mijn optiek, gefabriceerde voeding, hè, dus allemaal dingen die kant-en-klaar zijn, die makkelijk zijn, zitten allemaal kleine stofjes en dingetjes aan. Hè, dat we allemaal zoveel consumeren, wordt er op zo'n grote schaal voeding geproduceerd, waardoor er overal ook stofjes aan worden toegevoegd voor de houdbaarheid, voor de productpresentatie, dat het er allemaal mooi uitziet, dat de structuur goed blijft. Allemaal van die kleine dingen, waardoor in mijn beleving het aantal allergieën, de intoleranties voor dingen, ook zijn toegenomen. Je hebt nog nooit zoveel allergenen gehad, diëten gehad, als vandaag de dag. Op een gegeven moment is er zelfs een verplichting gekomen, mensen een allergenenkaart moeten hebben in hun restaurant en overal de allergieën op verpakkingen dik gedrukt of kapitaal vermeld moeten worden. Luister, dat was 50 jaar geleden niet. Dus ligt dat dan aan de markt of ligt het aan de mens? Misschien wel een combinatie, maar om niet helemaal van het verhaal af te wijken, om aan te geven met die allergenen dat er dus heel veel dingen veranderen, dat je dus ook heel veel dingen kunt beïnvloeden. En misschien ben je ongemerkt wel door alle stoffen die je binnengekregen intolerant geworden voor iets. Misschien kan je heel slecht tegen zuivel, misschien kan je heel slecht tegen bepaalde noten of andere producten die je lichaam op dit moment nog verteert,
maar eigenlijk zoveel energie kost, waardoor jij in je energie keldert als je bepaalde dingen eet. Hè, gluten, ook zo'n raar product, bestanddeel, hoe moet je het noemen. Gluten zit in heel veel producten, maar misschien ben je wel glutenintolerant. Je lichaam krijgt het wel verteerd, alleen heeft er heel veel moeite mee. He, je hebt een opgezette buik, je hebt vaak moeite na het eten met van de bank afkomen. Je voelt je volgende ochtend moe. Ga daar eens naar kijken. En als je zoiets hebt, ja, ik ga niet naar een specialist, hoe vind ik allemaal eng. Prima, test het gewoon. Test het in je voeding. En dan niet een dag en dan niet een paar dagen. Test het een maand, test het 2 maanden, 3 maanden. Test het zo lang dat je op een gegeven moment denkt, ik merk verschil. En hou dat ook bij. Hou dat bij. Ik weet nog dat ik december 2019 ben ik vegan gegaan. Volledig. 100% vegan. Dus niet vegetarisch. Vegetariër. Je bent vegetariër en je eet vegetarisch. Volgens mij is dat het. Dus ik was geen vegetariër. Ik ging echt vegan. Veganist ben je dan volgens mij. Veganist. Veganist. Volledig, 100%. Geen zuivel, geen melkproducten, geen vlees, geen vis. Ook geen vis, hè? Dus het is echt vegan. Alle dierlijke dingen, geen ei, zulke dingen, helemaal niks. Volledig, volledig vegan. En dat, ik moet je zeggen, dat was niet normaal. Dat was echt niet normaal. Ik kreeg daar, in het begin natuurlijk even afkikverschijnselen. Ik had ergens ook wel een bijsmaak bij vlees. Dat ik zoiets had van, ik hoef het gewoon eventjes niet. Toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga nog een stapje verder. Dus ergens was ik zelf al gemotiveerd om het niet te doen. Maar ik merkte wel, en het is jammer dat ik niet alles heb bijgehouden. Ik merkte wel dat ik compleet anders ging kijken naar voeding. En ook naar mijn energielevel. En ik heb dat uiteindelijk 4 maanden volgehouden. Tot de eerste, tweede week april. Toen de corona goed erin zat. Toen op een gegeven moment zijn we volgens mij gezwicht voor een bak sushi. Ik moet ook wel zeggen, sushi, als ik dat at, kreeg ik daarna ook een klap van de sushi. Dus ik had echt wel hoofdpijn en de volgende ochtend was ik ook niet helemaal lekker. We hebben volgens mij nog eens een keer een broodje carpaccio geprobeerd of een gewone carpaccio. En zelfs die kregen we niet helemaal op. Die hebben we voor de helft opgegeten en toen was het echt zoiets van, hij smaakt niet. En hij smaakt niet, ja, in alle eerlijkheid, dat lag echt niet aan degene die het gemaakt had, aan de... partij waar we de carpaccio kant-en-klaar hadden gehaald. Want die maken altijd top of de top carpaccio's. En iedereen bij ons in de buurt, die weet gewoon, de lekkerste carpaccio eet je daar. Dus daar lag het niet aan. Daar twijfelde ik ook niet aan. Toen dacht ik echt van, ja, weet je, dat is ook gewoon je smaak. Je smaakpapillen zijn daarin veranderd. Je beleving is veranderd. Je hebt toch een andere focus gekregen. En toen dacht ik van, wacht eens even, dit doet veel meer met je lichaam. Dit doet veel meer met jou als mens, als persoon, als energie, als verwerking door het lichaam, dan we misschien allemaal wel denken. En daarom wil ik ook echt wel met klem aanbevelen, joh, ga daar eens naar kijken. Ga eens kijken, hoe krijg ik mijn energielevel onder controle? Hoe kan ik zorgen dat ik 's ochtends wakker word en denk, yes, we gaan ervoor. En niet denk van, oh, ben kapot, ik moet eerst even koffie hebben hoor. Oh, no, niet tegen me praten, laat me met rust, ik moet even mens worden. Dat wil je toch niet, het is toch zonde van je tijd, weet je? No zombie lifestyle, zeg ik altijd. No zombie lifestyle. We willen toch niet leven als een zombie. Ik wil niet leven als een zombie. Ik wil elke dag het maximale kunnen halen uit mijn dag. Ik wil elke dag productief zijn. En dat kan alleen als ik weet hoe dat moet. Ik kan wel zeggen ik wil productief zijn en vervolgens aanrommelen. Nee, ik wil weten hoe het moet, hoe het hoort voor mij, hoe het beste het is, hoe het beste werkt voor mij om productief te zijn. En als ik dat onder de knie heb, kan ik ook productief zijn. En dat zit bij mij in heel veel dingen. Maar dat is ook ontdekken. Dus ik heb ontdekt dat als ik op mijn voeding let, dat ik vroeger mijn bed uit kan. Als ik vroeger mijn bed uit kan, kan ik in alle rust naar mijn werk toe. Ik kan daar 4 uur lang doen wat ik zelf wil. Alleen, ik moet zorgen dat ik niet ga dwalen. Dus ik moet een planning maken. Dus als ik me aan die planning hou, dan krijg ik in 1 keer meer gedaan. Als het 9 uur is, laat ik me leven. Ik sta toe dat ik geleefd word door andere mensen zonder gefrustreerd te raken over het feit dat ik mijn eigen werk niet gedaan krijg. En aan het einde van de dag zorg ik dat ik op tijd thuis ben om tijd te spenderen met mijn gezin, maar omdat ik dan ook tijd heb om tijd te eten. Dus combineer ik ook weer 2 dingen. Ik kan met mijn kinderen in de keuken gaan koken, terwijl ik tijd met ze doorbreng en bezig ben voor mezelf. Dus ik probeer ook die tijd weer maximaal te benutten. Vervolgens breng ik ze naar bed en kan ik met mijn vrouw, met mijn partner, kan ik gewoon nog eventjes de dag bespreken. Eventjes op de bank hangen, eventjes wat dingen bekijken. Ik kan nog eventueel mijn laptop openklappen.
Omdat ik gewoon energie heb. Omdat ik op tijd heb gegeten en goed heb gegeten. Dus ik lig niet op de bank op apengapen met ik moet chillen. Nee, ik zit op de bank en denk, hey, leuk, ik ga even een documentaire kijken. Hey, ik kan nog eventjes wat werk doen. Hey, zij kan eventjes dit doen, ik kan even dat doen. Je bent gewoon nog echt actief. Je bent gewoon nog echt wakker. En op een gegeven moment moet ik mezelf naar bed sturen. En niet omdat ik kapot ben en niet meer kan, maar ik moet mezelf naar bed sturen. Omdat ik dan gewoon weet, dan val ik ook rustig in slaap en kan ik de volgende ochtend ook weer goed wakker worden. En dat zijn allemaal van die dingen. Ik ben er zo bewust van geworden eigenlijk de laatste tijd. En misschien moet ik wel zeggen het laatste, nou het is alweer oktober, wat is het? November is het, de 12e volgens mij. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik een jaar lang, hè, december natuurlijk vier keer gaan. Ik moet eigenlijk zeggen, de afgelopen 11 maanden, laat ik het zo zeggen, de afgelopen 11 maanden is voor mij erin zoveel veranderd. Ik denk bijna wel 180 graden gedraaid in wat het was. En ja, ik ben er zelf ook een beetje van onder de indruk. Als in, ik had nooit geweten, ik wist nooit dat ik zoveel kon doen, zoveel verandering kon doorvoeren, door op dingen te gaan letten die we eigenlijk allemaal elke dag op de vaste piloot, de automatische piloot doen. En ik spreek genoeg mensen op een dag en dan laat ik wel eens doorschemeren. Ik begin vroeg en dan verklaar ze me altijd voor gek. En ik eet geen vlees en liever ook geen vis. En dan verklaar ze me ook nog een beetje voor gek. Nou, ik consumeer geen zuivel, maar dat is meer omdat mijn lichaam niet goed tegen zuivel kan. En dat had ik al van kinds af aan. Dus dat heb ik altijd wel beperkt. Op een gegeven moment dacht ik eroverheen gegroeid te zijn, maar dat was eigenlijk toch niet zo. Dus ik heb dat gewoon weer teruggebracht. Zo min mogelijk, maar er zit overal altijd natuurlijk wel een keer een beetje lactose in. Dus dat zijn dingen, dat gaandeweg ontdek je dat wel. Maar eigenlijk heb ik dus gemerkt dat als ik dit laat vallen bij andere mensen, dat ze je een beetje voor gek verklaren, een beetje met een gniffel erop reageren. En dat ik denk, maar je weet het niet als je er niet zelf in hebt gezeten. Je moet niet tegen mij gaan zeggen van maar dat werkt niet of het is onzin of dat is niet zo. Als je niet tegen mij kan zeggen, hey Timo, dat klopt, ik heb dat toen 3 maanden gedaan. Weet je wat mijn bevindingen waren? Pap, 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 pap. In plaats van, nee, je hebt vlees nodig, want in vlees zitten voedingsstoffen, die heb je nodig. En je moet gewoon yoghurt kunnen eten, yoghurt is goed voor je. En melk is gezond, daar krijg je sterke botten van. Ja, maar weet je, dit zijn dus dingen, die zijn je aangeleerd door je ouders, door je verzorgers, door reclames, door melk, de witte motor. Door vroeger, door het verleden. En het wil niet zeggen dat dat nog goed is. Op dat moment dacht iedereen dat dat het beste was. Ik ben ervan overtuigd dat het oude data is. En dat er betere manieren zijn, betere stoffen zijn, betere dingen zijn die je tot je kunt nemen. Die ook goed voor je zijn. Om even in te haken op het stukje vlees heb je nodig, want daar zitten stoffen in. De stoffen die in vlees zitten, die eten de dieren vanuit de natuur. Dus vanuit de voeding die ze krijgen in dit geval dan in de veehouderij, maar ook gewoon in de natuur. De koeien die het gras eten, de kippen die het graan pikken en weet ik wat. Daar komen die stoffen uit. Want die consumeren die beesten en die komen uiteindelijk in hun vlees te zitten en dat consumeren wij weer. Dus je hebt dat vlees niet nodig, je hebt die vis niet nodig, je hebt die stoffen nodig. En die kan je weer als supplementen krijgen. Dus op het moment dat iemand tegen mij zegt, je hebt vlees nodig, dat is goed voor je en er zitten stoffen in. Ja, maar die stoffen eten die beesten ook. En ik zal het je nog sterker vertellen. Die beesten, die eten dat. En die gebruiken zelf ook een gedeelte. Het is dus nooit 100% schone voedingsstoffen. Je krijgt maar een gedeelte binnen. Want de rest is vervuild met de stoffen van het dier. Het vlees en hun eigen dingen. En die mineralen, die voedingsstoffen, is natuurlijk maar een onderdeel van. Dus op het moment dat ik nou alleen die voedingsstoffen eruit haal. En die direct 100% zo in mijn mond stop. Dan komt het toch veel schoner, veel lichter, veel makkelijker binnen. Zonder dat ik al dat vlees eromheen ook nog moet verteren. Maar daar hoor je mensen niet over. En dat begrijp ik ook. Ik begrijp heel goed dat ik daar mensen niet zo direct over hoor. Die zeggen, je moet vlees eten, want daar zit een voedingsstof in. Want ze weten het niet. Ze weten het niet. En daarom zeg ik ook eigenlijk altijd, je kunt er pas over meepraten als je het hebt gedaan. Niet als je het hebt gezien, niet als je het hebt gehoord, niet als je het van dichtbij hebt meegemaakt. Je kunt er pas over meepraten als je het hebt gedaan. Als je in dezelfde situatie hebt gezeten. En dat is niet alleen met voeding, dat is met alles zo. Maar je kunt niet praten over een auto-ongeluk als je een keer een auto-ongeluk hebt gezien. Nee, je kunt erover meepraten als je erin hebt gezeten. Dat.
Weet je, je kunt niet meepraten over hoe goed iemand, hoe moeilijk het is om te rijden met een handgeschakelde auto. Als je altijd al automaat rijdt en nog nooit een handgeschakelde auto hebt gereden. Weet je, sommige dingen moet je gewoon niet willen zeggen van dat ik weet hoe dat zit als je niet weet hoe het zit. En dat is bij zoiets ook zo. Je weet niet hoe het is om 100% vegan te zijn. Je weet niet hoe het is om vegetarisch te leven. Je weet niet hoe het is om zuivel te schrappen en de effecten te merken aan je lichaam. Je weet niet hoe het is zolang je het niet hebt gedaan. En je mag een mening hebben en je mag erover meepraten. Maar een uitgesproken mening hebben en zeggen dat jij de waarheid spreekt, is in jouw optiek vaak de waarheid. Maar je weet het niet. Je weet het niet, omdat je het niet hebt geprobeerd. En dat wil ik eigenlijk ook hiermee zeggen, met deze eerste podcast op 12 november 2020. Laat ik even het jaartal erbij zeggen. Maar wat ik eigenlijk wil meegeven in deze podcast, je kunt niet meepraten over dingen als je het niet hebt gedaan. Andersom gezegd, ga dingen proberen. Probeer het. Probeer vroeg op te staan. Probeer je voeding aan te passen. Probeer dingen. Want als je dingen probeert, zul je merken dat je de effecten merkt. Dat je kunt meepraten. Dat je de ervaringen opdoet. Ik kan niet meepraten over dingen waar ik niks vanaf weet. Dus dat doe ik ook niet. Ik kan wel een mening vormen. Ik mag wel zeggen, hé, dat vind ik stom. Vind ik niet leuk. Vind ik. Nou, dat mag. Maar ik kan niet zeggen, weet ik voor wat, als je geen vlees eet, dan ben je echt een sukkel. Want vlees eet hele belangrijke dingen. Kan ik niet zeggen als ik dat nooit heb gedaan. Snap je? Ik kan niet zeggen van, als je piloot bent, dan ben je ook een domme iemand. Want je gaat toch niet de hele tijd vliegen. Dat is echt dom werk. En met al die knopjes om je heen en zo. Dat is dom. Dat is toch onzin die ik daaruit kraam. Dat is toch onzin. Zo zie ik het ook echt als mensen kritiek hebben of een mening vormen. Of echt mij proberen te overtuigen dat ik dingen verkeerd doe op een moment dat ze het zelf nog niet hebben gedaan. Weet je, alcohol, hetzelfde. Alcohol, ik weet gewoon, alcohol vertraagt je reactievermogen. Weet je, die zorgt ervoor dat delen in je lichaam verlamd raken. Hè? Zachtjes aan worden ze verlamd, waardoor mensen natuurlijk minder pijn voelen, minder ellende voelen. En dat is allemaal prima. En prima dat je een biertje drinkt, prima dat je een wijntje drinkt, prima dat je aan de sterke drank zit. Ik hou er niet van. Ik doe het niet. En dan zegt iemand, maar je moet even een biertje doen. Hey, geef mij een alcoholvrij biertje. Weet je, als je zo graag een biertje met mij wil drinken en als ik van jou geen water mag drinken omdat je dat niet gezellig vindt, geef me een alcoholvrij biertje. Pak ik die toch. Er zit geen alcohol in. Ja, maar wat is er? Waarom wil je dat ik alcohol consumeer? Waarom wil je mij vergiftigen? Want ik zie het op een gegeven moment gewoon zo. Waarom probeer je mij te vergiftigen? Het is dus niet meer belangrijk dat ik er ben. Het is niet meer belangrijk dat we samen wat drinken. Het is niet belangrijk dat we samen een biertje drinken. Het is in één keer belangrijk, in het hele samen zijn, dat ik alcohol consumeer. Ja, maar het is toch gezellig? Maar ik ben er toch? Het is toch gezellig als ik er ben? Het is toch gezellig als wij een gesprek hebben? Waarom moet daar alcohol bij? Waarom kan ik niet gewoon alcoholvrij met jou een gesprek hebben? Ben ik alleen leuk als ik alcohol op heb? Hey, even goede vrienden, maar dan hoeven we niet meer af te spreken. Toch? En dat bedoel ik ook een beetje te zeggen met, probeer dingen, ontwikkel jezelf, weet je wel? Het leven is zo kort, nou, zombie lifestyle. Je wilt niet op de automatische piloot alles doen. Je wilt gewoon dingen doen waarvan je denkt, hey, leuk, ga ik doen, heb ik zin in. Hey, ik ga nieuwe dingen proberen, ik ga het niet een dag proberen, ik ga niet opgeven na 2 dagen. Ik ga er vol voor. Ik ben Timo, ik ga nu 90 dagen lang, ga ik dit niet doen, ga ik dat niet doen, ga ik juist dit doen. 90 dagen lang zet ik mijn wekker om 4 uur. En dan ga ik eruit. Ik tel af. 3, 2, 1 en eruit. Hoeveel pijn het ook doet, hoe moe ik ook ben, hoe hard ik ook weer op de grond val daarna. Mijn wekker gaat. 3, 2, 1. Ik ga eruit. 1 keer ademhalen. En eruit. 1 slok water drinken. En eruit. Weet je, maak een ochtendroutine dat je zegt, ik ga dit 90 lang doen. Maak een dieet voor jezelf dat je zegt, ik ga dit 90 dagen lang doen. Zeg tegen jezelf, ik ga 90 dagen lang niet drinken. Spreek het af met jezelf. Schrijf het op. Noteer het. En merk de effecten. Merk de effecten. En als je het echt wil merken, dan doe je eerst even een week opschrijven hoe je nu voelt. Want daar zit je al meer dan 90 dagen in. Schrijf even voor 7 dagen in de week op wat je nu 's ochtends doet. Dit doe ik, dat drink ik, zo eet ik, zo laat ga ik naar bed. Zo laat sta ik op. En als je dat nou onder de knie hebt, als je dan zegt, weet je wat, ik heb dat helemaal opgeschreven. Van waar bedoel je 10 dagen. Dan ga ik volledig de werkwijze omgooien, volledig mezelf aanpassen naar iets nieuws, om te ontdekken wat de effecten zijn, schrijf dat dan op. Hey, vandaag zo laat opgestaan, dit en dit. Want geloof mij, de eerste week zou je het zo ontzettend zwaar hebben.
De eerste week zeg je, oh, ik wil terug naar het oude. Ik wil... En dat is het moeilijkste. En daar moet je volhouden. Je moet volhouden op het moment dat je denkt, wauw, ik kan echt niet meer. Ik wil terug naar het oude. Dan moet je denken, nee, ik heb een afspraak met mezelf. Ik ga dit volhouden. Waarom? Waarom? Na 90 dagen ga je weten waarom. En dan mag je erover meepraten. Dan kan je erover meepraten. Want jouw lichaam zit in een routine. Jouw hoofd heeft een routine, maar jouw lichaam zit ook in een routine. He, je gaat op een bepaalde manier ga je op een stoel zitten. Op een bepaalde manier leun je tegen een muurtje. Op een bepaalde manier roei jij in een pan. Op een bepaalde manier douche jij. Op een bepaalde manier slaap jij. He, er zijn heel veel dingen die jij op een bepaalde manier doet. Omdat jouw lichaam zo ja, gewend is geraakt aan jou. De routine heeft gevonden. He, misschien val je altijd in slaap op je rug en word je wakker op je buik. Weet ik veel wat. He, als je doucht, dan doe je altijd een bepaalde volgorde onder de douche. Nee, misschien poets je wel je tanden onder de douche, misschien juist weer niet. Misschien was je als eerste je gezicht, misschien juist als eerste je voeten. Ik weet het niet. Maar dat zijn dingen die leer je jezelf aan, die leer je je lichaam aan. En als je dat wilt doorbreken in je hoofd, dan moet je dat ook doorbreken in je lichaam. Dus het feit dat je in je hoofd denkt, ik ga mijn bed uit, piep, 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 ik ga mijn bed uit, opstaan, 3, 2, 1, klaar. Dat moet je lichaam ook gaan aanleren. En dat kost ook tijd. En dan kun je wel zeggen, ja, maar als mijn hoofd wil, dan gaan we, nee. Als je hoofd wil, gaat je lichaam niet mee. Jouw lichaam moet ook gestuurd worden door jouw hoofd. En als die op een gegeven moment weet wat er gebeurt, dan pas ga je dat doen. Zie het als een reflex. He, een voetballer, een keeper, die heeft op een gegeven moment een reflex voor een bal. Hey, een bal, tik, hou tegen, bam. Als leek, als niet voetballer, zie je een bal. Oké, waar gaat die bal heen? Oh, die bal gaat daarheen. Oh, ja, ook moet een stap naar links doen en ik hou die bal tegen. En dat is misschien ook nog wel een reflex, maar de reflex is veel minder geoptimaliseerd als het reflex van een professionele keeper. Snap je, bij een professionele keeper kunnen er misschien elke 2 seconden iemand een bal op hem afvuren en hij kan, weet ik wat, hij kan ermee uit de voeten. Ja, terwijl jij misschien nog ontdaan bent van die ene bal die het goal ging. Oh, een bal in het goal. Oh, dan komt er weer de volgende. Oh, niet goed opgelet. Snap je? Je lichaam moet ook mee. En dat kost tijd. Dus los van het stukje van, hey, hoe ga ik in mijn hoofd, hoe ga ik met een planning, hoe ga ik mijn dingen en mijn leven omgooien, zorg er ook voor dat je lichaam de tijd krijgt om eraan te wennen. Want dat kost echt tijd. Dat kost echt tijd. En als je dat eenmaal een beetje onder de knie hebt, als je eenmaal door hebt van, wacht eens even, dit werkt, ja, dan zal je ook zien dat je de effecten daarvan beter kunt zien. En die effecten, in mijn beleving, ga je kunnen waarderen of niet. Dan kun je terug naar het oude. Maar 9 van de 10 keer zal je zien dat die gewoontes die je nu hebt, dat die helemaal niet zo optimaal zijn. Dat die dus beter kunnen. En dat beter, hoe je erachter komt wat nou beter is, dat moet je zelf ontdekken. Probeer dingen. Ontdek dingen. Hè? En voor mij is yoghurt lekker in de ochtends. Misschien dat jij wel zegt, joh, ik eet een muesli-reep en is het ook goed. Of misschien dat je wel zegt, nou, ik eet, weet ik wat, de spaghetti van gisteravond en dan draai ik veel beter op. Hé, hey, ook prima. Als het voor jou werkt, zeker doen. Dit ga ik denk ik ook meteen deze podcast weer mee afronden. Ik vond het echt super nice dat je deze eerste podcast van mij hebt gehoord. Ik hoop er nog veel te gaan maken, want ik heb eigenlijk recent pas ontdekt wat nou echt een podcast is. Ik heb er wel eens over gelezen, maar nooit echt bevat van ja, wat is het nou? Ik dacht altijd een beetje dat het alweer uitgerangeerd was en dat het niet meer gebruikt werd. Maar eigenlijk wordt het dus heel actief nog gebruikt. Heel grappig om te ontdekken. Dus ook hier wil ik mijn content gaan delen. Ik denk dat ik de content gewoon altijd in audio hier neerzet. Hopelijk elke dag en anders een paar keer per week. Ik moet er even nog een routine in vinden. Maar volg mij zeker op deze podcast. Abonneer je, denk ik, dat de beste kreet is. Abonneer je. Heb je nou feedback? Nou, contact me even. Check ook eventjes nozombielifestyle.com. Dat is mijn platform, mijn website met trainingen, tips, tricks, gratis downloads, goodies. Weet ik wat je allemaal zoekt. Kan je allemaal daar terugvinden. En als je nou tips voor me hebt, contact mij dan eventjes. Ik weet niet of dat hier via podcast kan, maar contact me anders eventjes gewoon per mail. En dan ga ik zeker daar op reageren. Ik ga lekker verder. Mocht je nou ook onderwerpen willen horen, laat het me weten. En anders hoor je mij gewoon lekker weer in de volgende podcast. Eventjes nog samenvattend. Maak gewoon een planning voor jezelf. Weet je, bedenk iets. Oké, ik wil mijn energielevel omhoog. Ga gewoon stoeien. Ik wil een betere productiviteit. Maak een planning en ga ermee stoeien. Weet je, maak gewoon dingen anders. Stop het zombie lifestyle idee. Ga gewoon wat doen met je leven. En zorg dat je verandering kunt brengen in je eigen leven. Want als je in je eigen leven verandering kunt brengen, kan je dat ook in het leven van anderen doen. Maar het moet eerst goed gaan met jou voordat je
kunt zorgen voor iemand anders. Dus met dat in het achterhoofd ben ik altijd bezig om mezelf te verbeteren, want dan kan ik ook weer makkelijker zorgen voor anderen. En ik hoop dat jij dat ook gaat doen. En hou me zeker op de hoogte als je daarin echt actief bezig bent, want ik vind het leuk en ook interessant om te horen wat jij doet. Dus dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag verder.